En zowel de oppositie als de coalitie in het parlement hebben gisteren vragen gesteld aan de verschillende ministers. De fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser, gaf aan dat minister Ramsaran veel werk heeft ten aanzien van de financiële ondersteuning van de sociaal zwakkeren. Wat is de doorlooptijd wanneer mensen voor hun crematie of begrafenis te hulp komen bij u? Hoeveel dagen na het overlijden krijgen ze dat geld daadwerkelijk? Want intussen zitten een hoop mensen met lijken en als die lijken in het lijkenhuis zijn, dan lopen de kosten alleen maar op. Dus wat zijn de doorlooptijden concreet, voorzitter? Dat vragen we daar. Ik heb gevraagd dat er diverse medicijnen niet te krijgen zijn. Of er sprake is van een medicijn schaarste. Hoeveel procent van de klapper is nu heel concreet? VAP-parlementariër Roy Mohan zei dat er veel leed is en dat het lastig is dat families zo lang moeten wachten op het geld voor een uitvaart of crematie. Hij hoopt dat de regering orde op zaken stelt bij de uitvaartbedrijven. Voorzitter, bij de gemeenschap leeft het idee dat er kartelvorming is bij de uitvaartondernemingen. Dat idee leeft. En wij, als deel van DNA en de regering, vraag ik om helderheid hierin te brengen. Zeker als het gaat om de kosten die de familie van de overledene moeten dragen. En dat er misschien via het ministerie van Volksgezondheid weer nagekeken wordt naar de protocollen van overledenen die ten gevolge van de COVID zijn overleden. Laten we de minister de ruimte geven om die protocollen te herzien en waarbij de families geholpen zijn in het dragen van de kosten. We zien ook natuurlijk dat de aanvragen bij sociale zaken niet vlot verloopt. Mensen wachten te lang om hun dierbaren ten graven te dragen of te cremeren. Laten we dus de minister ook vragen, de mensen dus die nog niet gehad hebben, of ze nog de ruimte hebben om dat nog bij sociale zaken aan te kloppen, om die steun te krijgen van sociale zaken. Dank u wel. De parlementariërs vinden het onmenselijk dat nabestaanden hun doden niet ten graven kunnen leggen of cremeren, alleen omdat zij financieel niet sterk staan.